Ik hoop dat we deze nog gaan redden. Nee, weer een wesp. Ik ga dit toch niet verpesten, jongens. Yo, Nintendo fans. Welkom bij een nieuwe WarioWare. We zijn aangekomen bij Remix 2.0. Dit zijn sikke leveltjes, denk ik. Dus doe het duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En geniet vooral weer lekker van deze WarioWare video. Je ziet het. Deze mannekies en vrouwkies hebben we bevrijd. En Wario die wil voor in de mijnwagen zitten. Ik ben benieuwd wie daarin zit. In de vorige mijnwagen zat Mike. Wie zit er in dit mijnwagentje dan? Het lijkt erop alsof iemand aan het slapen is. En Ninefold die zegt, ik vertrouw het niet. Laat die mijnwagen maar zitten. We gaan lekker de andere kant op. Helemaal niks, Ninefold. Wow, wow, wie is dit? Dit is 5 volt. Oké. En dat is de moeder van Ninefold. En die zegt, dat doen we niet, hè? Een beetje in je eentje op stap gaan. Hartstikke gevaarlijk. Oh, jij van boos worden, word ik zo moe. En ze gaat weer verder slapen. Jimmy zegt, wat is dat met je moeder? Ik bedoel, je andere moeder. Je spookmoeder. Ja, af en toe treedt ze buiten zichzelf of zo, zegt Ninefold. Ja, ik kan gewoon een spooky worden of zo. 5 volt is de moeder van Ninefold. Die is poeslief. Tot de spanning haar te veel wordt. Want haar woede is angstaanjagend. 5 volt warp naar de plek waar haar geest is. En geeft daarbij een krachtige schok af. Oh, dat is wel sick. Kijk, dan kunnen we haar gewoon hier naartoe sturen. En dan bam! En dan een schok. Bam! Daar gaan we. Er doorheen. Wat ziek idee. Kijk, dat hebben we alvast gefixt. Het is een remix van alle levels die we in de vorige 2 of 3 afleveringen hebben gehad. We moeten nu pompen, dus we moeten even zo gaan schieten. Het is niet heel makkelijk, denk ik, met deze kaart. Nou, valt wel mee eigenlijk. Het is eigenlijk toch wel makkelijk. Ninefold, die skate heen en weer. En dan moeten we dus een pijl, een dingetje omhoog gooien. Dat is gelukkig goed gelukt net. Dan nu, onze bazin Ashley. Die moet het gewicht even afmeten. Ja, dit is goed genoeg. Toppie. Lekker bezig, Ashley. Nu hebben we de moeder weer. Die moet omdraaien. Oké. Hoe gaan we dat doen? Dat was niet leuk. Dit was ook niet leuk. Ik kwam niet over die richel heen. Wat is dit nou? Ik voel me genaaid. Ik voel me echt heel hard genaaid. Kijk, dit is tenminste makkelijk. Dit is goed te doen. Maar die vorige 2 waren echt naai. Oké, ontstoppen. Schiet er maar op. Cool. Lekker gedaan. Ik ben echt bang als ik 9 volt krijg. Binnenhalen die handel. Kijk, ook goed te doen. Lekker te gedaan, Ashley. En stop het wiel. Oftewel, keihard schieten tegen de hamsterkring. Oké, nu moeten we weer opletten. Plukken. Ja. Oké. Was goed genoeg. Nu 9 volt. Oh, dit is wel makkelijk. Gewoon lekker elke keer op A drukken. Dat was een makkelijkere voor 9 volt. Moeten even trainen. Hoppakee. Ja, toppie. Dikke vet spieren. Ontwijk de vogelpoep. Ik had gewoon de vogelpoep moeten schieten natuurlijk. Ah! Ja, nu zijn we ook de Sjaak. Je moet niet met deze characters doen. Ik ga andere characters kiezen. Ik ga gewoon de chillste characters kiezen. Cricket, Ashley en Wario dan maar gewoon. Oké, ik heb al mijn levens nog op level 12. Op level 13 zelfs. Neem plaats. Ga lekker zitten. Easy, geen probleem. In de spotlight. Even deze gast. Ja, lekker. Oké, zwemmen. Hoppakee. Lekker naar je eilandje. 5 volt, ontwijken. We moeten gewoon hier naartoe warpen en dan zijn we klaar. Cool. Breek het ijs. Schiet als een malle. Aw, cute kuikertje. Eentje uitgraven. Oké. Hier, hoppakee. Eentje uitgegraven, klaar. Het laatste level. Maar wat moeten we gaan doen? Ik heb het gevoel dat we dingen moeten gaan ontwijken of zo. Oh, moeten we weer uitpersen? Oké, we gaan uitpersen. Dan gaan we nu hier uitpersen. Oh, cool. We hoeven er alleen maar op te staan. Oh, kijk uit, jongen. Er zijn opeens wespen hier ook gekomen. Cool. Hopelijk lukt het allemaal een beetje op tijd. Oh, wacht even. Oh, wacht even. Oh, nee. Ik denk dat ik gewoon rustig aan moet proberen te doen. Me niet op laten jagen en uitkijken voor die wespen. Oké, cool, cool, cool. Ik zat echt zo in mijn focus. Maar het gaat redelijk goed volgens mij. Nu alleen dus ervoor zorgen dat we niet te veel last hebben van die... van die wespen. Dat bedoel ik dus. Cool. Oké, deze is klaar. Dan gaan we nu hier eentje uitpersen. Oh, hij is nog helemaal niet klaar, joh. Nu is die wel klaar. Ik hoop dat we deze nog gaan redden. Nee, weer een wesp! Ik ga dit toch niet verpesten, jongens. Ik mag toch hopen dat ik dit gewoon kan, jongens. Het zou echt heel gaar zijn als ik dit niet kan. Oké, even naar beneden. Ja, cool. Oké. Gaan die grote pakken. Ja, nu ligt er aardig wat spul. Deze is weg. Cool. Nu hier even wat inleggen. Dan hier deze.
Ik was bijna weer echt... Een wesp had me bijna weer te pakken, hè, jongens. Echt ongelofelijk. Rustig aan. Rustig aan. Even hier blijven staan nu. Ja, cool. Lekker. Top. Dit is de laatste die we moeten pakken. We zijn weer te laat. Ik moet het nu halen. Ik moet dus blijkbaar toch dit gewoon snel doen. Er zit een bepaalde vorm van snelheid in wat je gewoon moet doen. Kom op, kom op, kom op. Snelheid. Snelheid, lekker. Oké. Okay. Ja, hier is dus totaal geen snelheid nu. Ik hoop maar dat hij hier naartoe komt en dat deze heel snel vol zit. Ja, cool. Die zit vol. Nu dan de volgende. Cool, en dan gaan we heel snel hier naartoe. Ja, en dan gaan we heel snel hier naartoe. Oké, okay, goed. Dit was een lekker tempootje. We moeten nu naar de laatste toe. Kom, 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 kom. Ja! Oh, we hebben hem! Volgens mij was dit weer super, super close. Maar we hebben het gehaald met mijn laatste leven. Nou, daar is 5 volt ook. Die vond het in ieder geval heel leuk. Nou, ik ben blij dat jij het leuk vond. Ik vond het ook leuk. Af en toe een beetje moeizaam, maar... Oké, maar waar gaan we nu naartoe? We gaan naar een ultiem Wario-leveltje. Van alles wat. Oké, nu schiet het op. Dit is het laatste level dat ik heb gemaakt, zegt Wario. Oh nee, er is een hoop vervuiling hier. Een hele hoop, veel, heel veel. Wat is dat dan? Ja, dat is een nieuwe virus, jongen. Oh snap, de game wordt helemaal lijp, helemaal gek. Het neemt mijn prachtige game helemaal over. We moeten het tegenhouden. Dat zag er niet uit als een normale spelbug, weet je. Blijf scherp. Kijk, Jimmy is nog steeds cool. Oké, we zijn in de space, we zijn in space. Ja, daar zien we de grote Wario-neus. Ja. Ja, dit is wat we in het begin ook zagen. Het ging helemaal fout, er is een neus die stort neer op aarde. Orbelon wordt weer de ruimte ingevlogen. En Wario select the game en de game crasht. Wario valt in een of andere duister gat en wordt helemaal genakt door bugs. Wat was dat? Evil Sultan Wario of zo? Jemig! Oké, rustig maar. Rustig aan maar, jongen. Vind zijn neus. Hier, ik heb zijn neus gevonden. Daar is die. Gelukkig, we hebben de eerste gered. Open de deur. Oké, we hebben een sleutel. En dan moeten we hier naartoe. En dan hebben we de deur geopend. En dan is het klaar, toch? Gooi ze om. Oké, allemaal. Hatsikidee. Wario de bodybuilder op de achtergrond. Ontwijken. Oké. Wat gaar. Optillen. Oké, dit is gelukt. Oh, wat zonde van het ontwijken. Voor de code in. 413. Banaan uit het koffertje. Gadver, wie bewaart er nou banaan in zijn koffer? Win. Deze. Ja. Paper moesten we hebben. Paper beats rock. Transporteren. Oké. Nee, de andere kant op. Ja, dit gaat helemaal fout. Ik spring niet. Hij doet niks. Dit was aardig noob. Laat hem knallen. Hier, Wario. Pop. Ashley pakt de diamant. Ga erin. Goed zo. Verslaan. Nice. Toppie. Level 10. Help Wario. Pak hem. Ik had alleen Wario er natuurlijk niet af moeten schieten. Naar binnen. Ja, dat lukt wel. Oké. Maar ja, we hebben nog maar 1 leven, hè. Level 12. We moeten de hand ontwijken. Ja. Oké. Ja, dit gaat prima. Wat een enge tekenstijl was dat. Bescherm de schat. Ja, dat is gelukt. We moesten de papierdingetjes weghalen, zodat ze niet allemaal in de fik zouden vliegen. Hoppakee, de dief is ook genakt. Level 15 in de holte. Ook gelukt, geen probleem. Oké, we moeten weer 2 dingen verslaan. En dat is ook gelukt. Ja, nice. Maar ik denk dat het zo toch fout gaat, jongens. De posters moeten eraf. Nice. Oké. Ik ben zenuwachtig. Help hem overeind. Ja, zo. Ja, prima. Top. Level 19. Antwoorden. Wat vliegt er door de lucht? Deze natuurlijk. Helikopter. Laatste level. Wat moeten we doen? We moeten erachteraan. Ja, dan moeten we zeker oppassen dat we niet worden geraakt door van alles en nog wat. En nu? Ja, er komt lava achter ons. Een rotsblok boven ons.
Nog een rotsblok boven ons. Hier moeten we denk ik een rotsblokje weghalen. Oké, cool. Tot nu toe zijn we er. Maar dit zal niet het einde zijn, denk ik, jongens. Dit zal niet het einde zijn. Het is een wc-pot. We moeten van alles ontwijken. Ik moet niet onder me kijken. Ik moet boven me kijken. Ik dacht dat ik onder me moest kijken. Maar we moeten boven ons kijken. En nu moeten we iemand pakken. We moeten dit ontwijken. En dan pak hem. We hebben hem. Ja. Hebben we dat toch gehaald? In één keer. Dat zou wel even sick zijn, hè. Dat zou wel sick zijn. Ik denk het wel. Volgens mij hebben we het. We hebben de wc-pot gepakt. Geen idee waarom we de wc-pot moesten pakken. Maar we hebben boze neus Wario verslagen. Oh, we moeten hem wel nog verstoppen. Nee. Wat was hier nou de bedoeling? Ik moest in zijn neus, hè. Ik ga niet alles opnieuw spelen. Ik ga 100 munten gebruiken om gewoon door te gaan. Ik moest gewoon in zijn neus gaan, toch? Ik dacht verstoppen als in verstop je. Maar we moesten in zijn neus gaan. Jongen. Belazerd. 100 muntjes weg. Dat is toch jammer, hè? Dat is toch jammer dat ik aan het einde dan toch nog 100 muntjes verlies. Maar we hebben hem te pakken. Oh yeah, alle storing verdwijnt, zegt Jimmy. Wat gaan we doen met deze enorme bug? Ik denk dat we die maar met rust moeten laten, zegt Wario. Het is smerig, stinkerig en een puinzooi. Helemaal perfect voor mijn level. En de bug is alleen maar blij mee. Orbelon heeft gevoelens van verwarring en verwachting. Oké, Orbelon. Oké, wat zie jij hier dan? Wat is dit voor prachtig lichtje? Het is een elf met wit haar. Ik ben de ontwikkelaar. Ik waak over deze game, zou je kunnen zeggen. Ik heb jullie de game ingetrokken. Ja, dat was ik. Wat ontwikkelen? Wat dus? Iedereen weet toch dat Wario de baas is? Er doken allemaal spelbugs op en ik wist niet wat ik moest doen. Dus ik haalde jullie hierheen. Bedankt dat jullie hebben opgeruimd. Dat was vast lastig. Als jullie naar huis willen, is dat deze kant op. Oké, dan, tijd om op te kratsen, zegt Jimmy. Jimmy die wil gewoon weg. En de grote Wario-meester met het mooie witte haar zegt... Jullie mogen altijd terugkomen om te spelen. Oké, tijd om te vertrekken voordat ik weer weet wat ik vergeten ben. Wat? Oké. Hebben we hem uitgespeeld? Dus zijn we weer. Ik vraag me iets af. Maar waar komen al die bugs vandaan? Vraagt Mona. En Wario die weet dat wel zo te zien. We maken games en ik strijk het geld op. Hartstikke makkelijk. Ja. Ja, hij heeft gewoon... Wario zelf heeft gewoon die bugs geplaatst? Serieus? Of ging het per ongeluk? Ging het toch per ongeluk? Hij weet het wel. En iedereen is knijterboos op Wario. Iedere keer weer. Altijd jij. Stomme, stoute Wario. Er zijn er drie spoorloos. Wat? Er zijn er drie spoorloos? Wat? Drie hulpjes? Is het nog niet klaar? Oh, snap. Komt er nog een level? Er komt nog een level. We hebben Megamix ondertussen vrijgespeeld. Oh, Wario die gaat er vandoor. Die denkt, doei, ik heb er geen zin meer in. Dag. Oeh, we kunnen nog naar een soort van de onderwereld, de ondergrondse wereld. We zijn nog helemaal niet klaar, joh. Oké, maar voor vandaag zijn we wel klaar. Dus doe weer dat duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren als je gewoon van Nintendo houdt. Want dan is dit het kanaal waar je moet zijn. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!